creeping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD van Moor en vandaag ga ik op pad met Wim. Met de motor, de lichte motor vandaag. En dat is de Yamaha Tracer. Moet ik het wel even goed uitspreken en ik geloof dat ik het nog verkeerd uitspreek. Maar ja, boeiend. Daar hoor ik iets. Dat is een boefje. Die is van de OC, die mogen we oplossen. Een dronken piloot, daar gaan we niet heen. Ja, vandaag dus met de lichte motor. En dat is de nieuwe lichte motor. Inmiddels is hij ook alweer een tijdje in dienst hoor. Er zullen inmiddels wel een paar zijn. Een paar al rondrijden in Nederland. Namelijk, er waren wat nieuwe motoren. Ja, tijdens de wissel van Mercedes en ja, Volkswagen Mercedes en zo, kwamen er ook een nieuwe motoren. En dat was eentje van de Yamaha Tracer. De lichte motor wordt dus vervangen door deze. En dat was voorheen de BMW F 800 of zo, ik weet niet precies. Boeiend. We gaan in ieder geval voertuigcontrole doen en de straat op. Het is mooi weer buiten, dus let's go. Hebben we bijzonderheden om te melden? Nee, dat hebben we niet. Dus laten we lekker gaan. 12:01, 12:01. We hebben een georganiseerde straatrace en dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Ze hebben hier er al eentje aangetroffen, denk ik. We've got a possible 148 on die gaan er ook nog vandoor. Stappen, stoppen, uitstappen, hier komen. Luister eens, Bik. We gaan niet racen, je blijft staan. C-achtervolging, te voet, maar wij pakken lekker de motor en rijden waarschijnlijk van zijn sokken. Zo, kom eens hier, luister eens even. Jij bent aangehouden. Kom hier. Kom hier. Waar blijf je nou? Kom hier. Zo. Oeh, dat was... Oh, ja, die is dood. Kijken we het hier. Eentje, ga lekker slapen. En de andere rijdt nog ergens rond. Die laten we voor wat het is. Daar ga ik echt niet nog helemaal de hele stad door crossen om hem te zoeken. Ga een takenwagen, nou niet voor mijn motor. Ik ga een takenwagen vragen voor deze. En dan ga ik weer met vervolg. Oh, en weg is hij. Daar is ook geen takenwagen voor nodig dus. We zijn onderweg naar een ernstige melding. Er is iemand namelijk aan het schieten op omstanders. Shots fired at civilians stond er geloof ik. Hè? Ja, ik ben benieuwd waar het is en wat er aan de hand is. Het lijkt op de pier te zijn, dat is helemaal niet mooi. Pas op. Ja, het is op de pier. Er is iemand aan het schieten op omstanders op de pier. Mogelijk dus een terroristische aanslag. We gaan handelen, ook al hebben we geen vest aan. We hebben geen vest op deze motor. Dames en heren, gebied hier verlaten, gebied hier verlaten. Ik zie hem ook al. Ik zie hem daar bovenop staan. Hij staat daar.
trekken als vuurwapen. Meneer, stoppen! OC met spoed 1 erbij, spoed 1 erbij. Inderdaad, een terreurdaad, denk ik. Ik ben hem kwijt. Waar is hij nou? Meneer, maak jezelf een kat. Kom naar beneden met je handen omhoog. Iedereen weg hier. Daar is hij. Gelukkig kan ik op de... Collega, ja. Handen omhoog. Wapen laten vallen. Oké, die is dood. Kan ik evacuate area? Nee, ofwel. Oké. Ik ga toch nog naar boven. Want ik wil zeker weten dat hier geen andere personen zijn. Politie, maak jezelf bekend. Als je niks te maken hebt met alles dit, handen omhoog. En rustig naar me toe lopen. Je wel iets mee te maken hebt, alsjeblieft niet schieten. Ja, is dit nou echt de enige auto die op mijn noodknop is afgekomen? Wat een trieste bedoeling, vind je ook niet, meneer? Lekker peukje roken, vind ik ook. Pot non is je man. Ik zal nog eens die noodknop indrukken. Je weet ook meteen wie er allemaal naar me toe komt. Dankjewel mevrouw. Met raar uniform en rare toeran. Ja, dus dat was deze melding. Dat was niet niks. Wacht, we moeten natuurlijk wel. Wat zitten we nou allemaal te doen? We ronden hem helemaal niet netjes af. Blijf je nog? Nee, okay. Gaan we toch een ambulance voor hem vragen? We gaan toch een ambulance voor hem vragen. Want ja, het is natuurlijk, ook al schiet hij op mensen, hij heeft in principe... Oh, er komen nog meer. Lekker op tijd, Pik. Dankjewel. Lekker gewerkt. Yo, gaan we weer terug. Groetjes. Hoi, hoi. In principe heeft hij wel recht op leven. Ook al heeft hij mensen geschoten. Ik geloof dat iets in de zee spant. Maar ik weet niet wat. Er komt nog maar eens zee. Ze komen vet laat, jongen. Dat was geloof ik een ander incident in de stad gaande. Want nu komen ze pas allemaal. Oh, er komt AT zelfs nog. Reed die Turan nou echt gewoon over die bank. Waar twee mensen zaten. Nou, deze hier neemt het over. Die hebben natuurlijk wel even tijd nodig. Dat snap ik helemaal. Daisy gaat de persoon bewaken en de ambulance helpen bij het eventueel redden van de persoon. En dan wel daarna overplaatsen naar een ziekenhuis. En dan gaan wij door. Zet en vrij. Hier een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Het AT is onderweg. Oké, we gaan even een... alsjeblieft, prio 1. Ja. We gaan een flink stuk rijden, maar wel naar een melding waar ook alle eenheden op worden afgestuurd. Namelijk ontsnapte gevangenen. Er is iemand ontsnapt uit de gevangenis, misschien meerdere. En dan gaan we met spoed heen, samen met AT, DSI. En ja, waarschijnlijk nog meer eenheden. We gaan even sneller maken. Dat kan deze motor gelukkig wel. Nu kunnen we de sirenes nog lekker aan hebben. Nou, aan de andere kant, kijk, je moet natuurlijk altijd bij de politie moet je altijd rekening houden van moeten we de sirenes aanzetten, ja of nee. Want willen we iemand nog heter daar betrappen. Dus stel er is nu iemand aan het. Oh, we moesten hier rechts op. Oké, dat ging niet helemaal zo. Stel dat iemand dus is aan het inbreken, moet je daar dan met prio 1 met zwaarlicht en sirenes naartoe rijden of zonder zwaarlicht en sirenes en gewoon iemand niet eens door laten hebben dat je onderweg bent naar hem. Dat is natuurlijk het tweede, zo min mogelijk opvallen. Maar nu bij iemand die ontsnapt is uit een gevangenis, die snapt ook wel, een inbreker snapt ook wel dat de politie naar hem onderweg is. Maar iemand uit de gevangenis snapt, zeker tot het moment dat hij naar buiten loopt met zijn oranje pakje. Tot ja, de pop aan het dansen zijn en tot elke alarm wel die af kan gaan, ook afgaat. Dus ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
Ja, gaat keigoed. Met als er maar één ding mis gaat, vliegen we zo hard van die motor af, hè mensen, dat moeten jullie eens weten. Dan zijn we in één keer bij die gevangenis, want dan vliegen we gewoon de lucht in en dan landen we bij de gevangenis. Maar ja, het is een ernstige melding. Ja, dan gaat het al bijna fout. Jo, gaat keigoed. Ja. Vrachtwagens gaan nooit voor ons aan de kant, dus gaan we lekker zo omheen. Nee, naar rechts, dankjewel. Geen idee hoe hard we gaan, heel hard in ieder geval. Wat gebeurt hier? Ik zie rode, of ik zie stof, maar dat zie ik ook bij mezelf. Toch even alles uitzetten. Ja, niet tuteren. Nee, hij heeft toch geen voorrang, joh, gek. Oh, Wim, let nou op wat je doet, jongen. Je wilt nog niet dood. We zijn op de eerste plaats, joh. Oh, ze hebben een bus gestolen, de gekken. Ze hebben een bus gestolen. Rijd alsjeblieft mee, hoor. Hey, ik ben Wim. Even staan blijven, alsjeblieft. Dankjewel. Ze zitten gewoon echt met 1, 2, 3, 4, 5... En één bestuurder, oh ja, vijf personen waarvan één de bestuurder is. Oh my god, het gaat helemaal fout. Oh ja, daar gaan ze, nee, kut, jammer. Oh, hij rijdt op me in, joh, de gek. Kom hier. Stoppen, stoppen. Ik heb mijn vuurwapen en ik ben niet bang om te gebruiken. Waarschijnlijk zijn jullie ook niet bang voor mijn vuurwapen, maar ja. Zou ik. De veiligheid van Jan en alleman gaan wij gewoon die banden kapot schieten. Oep. Schieten van een rijende motor mag geloof ik niet. Nee, dat klopt. Ofwel. Ja, nog een band. Ja, ze gaan stoppen, ze gaan stoppen, ze gaan stoppen. Uitstappen, handen omhoog. Hé, hey, jij, staan blijven. Allemaal, geen rare dingen doen. Kut, dat was een playcheck. Ik moet panic button. Gewoon niet nodig om in te houden, geen probleem. Nog iedereen, uitstappen. Handje hem, oh shit. Handje hem ook uitstappen. Hier komen, geen rare dingen doen. Geen rare dingen doen, zeg ik toch. Kijk, dit is een respons van collega's die ik wil bij een noodknop. Puikgewerkt, mannen. Heren, jullie zijn allen aangehouden. Jullie gaan terug de gevangenis in. Wow, check al die collega's. Hey, wat ben ik trots op jullie, ouwe. Jij bent ook aangehouden, vriend. You ain't never getting out of prison. Kijk eens aan. You ain't never getting out of... Ja, dat klopt inderdaad. Jij komt nooit meer de gevangenis eruit. Collega's, neem het even over. De overige drie die er nog in zitten, mogen zo ook gaan uitstappen.